Björn, kom je zitten. Hello. Welkom. And everyone else, welcome. Good to have you guys. Grain de la Voix. Opgericht in 1999. Volgens de legende. Ik ben er zelf al niet meer zeker van. Nee, het kan ook later of vroeger zijn geweest. Ja, het doet er ook eigenlijk niet zo heel erg veel toe. Jij hebt het opgericht en je werkt met allerlei soorten zangers. Je zegt zelf zangers van allerlei allooi. Misschien kun je ons daar wat over vertellen. Het probleem is eigenlijk dat ik ze in Vlaanderen niet kan vinden. Het is bijna dat die muziek vraagt voor zo'n bijna intermondiale formatie. Maar het zijn gewoon de ideale stemmen. Niet alleen voor mij, maar ik denk ook voor dit repertoire. Het is zeker geen repertoire dat je onder de kerktoren moet zoeken. Het wordt heel vaak zo gedacht, want het wordt Vlaamse polyfonie genoemd, Franco-Vlaamse polyfonie. Ja. Maar meneer Cipriano de Rore was zelf uit een heel klein boerengat in Vlaanderen afkomstig, Ronsen. Maar ging al onmiddellijk, bij wijze van spreken, als hij een beetje de volwassen leeftijd bereikte, naar Italië. En heeft daar heel zijn carrière volbracht. En het is eigenlijk iemand die, als je zou zeggen dat iemand een genre heeft uitgevonden, dan is het bijna wel Cipriano de Rore, want hij heeft het madrigaal, het Italiaans madrigaal, in een taal die niet zijn moedertaal was. Precies. Dus dat boeit mij ook enorm. Dat beheerst hij heel goed. Ja, het is ongelooflijk. Dus hij brengt in die taal, in die gedichten, die van de grootste dichters zijn van Italië, sommigen zijn anoniem, maar er zijn ook dichters bij, zoals Petrarca bijvoorbeeld, daar brengt hij gelaagdheden in en complexiteit, ambiguïteit, ironie, dubbelzinnigheid enzovoort, die je zonder die muziek erbij... Het is ook, iemand heeft het ooit gezegd, als je ooit een madrigaal, een tekst van Petrarca, gezet door Cipriano de Rore hebt gehoord, kan je die tekst nooit meer anders horen dan met die muziek. Dus. Ja. Het is een hele boeiende figuur. Ik wil zo meteen wat meer over hem weten. Maar wat mij ook interesseert is dat je net zegt, ik kan ze niet vinden in België. En wat bedoel je dan? Ik kan ze in Vlaanderen niet vinden, omdat in Vlaanderen... Maar wat kan je niet vinden? Heel vaak is het idee over die muziek dat het koormuziek is. Dat het een beetje oude muziek, u weet wel wat het... Dus het is een beetje simpel, paradijselijke muziek. Dus ik heb een beetje eigenzinnige mensen nodig die heel sterk staan. Iets heel bizar met oude muziek is dat je eigenlijk... Die muziek waar je totaal van gedisconnecteerd bent, van de heel vroegere tijden, dat je die gaat incarneren. Ineens beginnen daar moderne, hedendaagse lichamen die muziek te brengen. Dus er zit iets bijna, ik zou zeggen, wat ze in het Engels noemen possession. Er is iets. En je moet dus mensen hebben die bezetenheid toelaten. De Rore volgens mij werkt met twee kernideeën. Mm-hmm. Furor, waanzin, een soort... Dat zie je ook wel een beetje aan hem. Ja, absoluut. Maar je moet weten, hij heeft zichzelf zo geportretteerd. Hij heeft dat samen met die schilder gedaan. En hij wou... Het is dus niet zo dat een schilder een naturalistisch portret van de Rore heeft gemaakt. Hij wilde er verschrikt uitzien. Een soort self-fashioning. Hij wou er zo terribel uitzien. Dus ik wil eigenlijk ook... Ik heb zangers nodig die ook terribel zijn, aan de ene kant. Maar ik hoop dat ze dat als een compliment opvatten. Ja soms niet. Dat gebeurt er wel bij af en toe. Maar aan de andere kant heb ik zangers nodig die een klaar moeten. Dus dat is het andere idee, de pianto, het lamento. En dus je moet zangers vinden die die twee elementen kunnen ergens verbinden met elkaar, zonder dat het poppenkast wordt. We hebben misschien met z'n allen het idee hoe het zou moeten klinken. En hoe krijg jij dat ervan af, zodat je tot de kern van die muziek komt? Er is inderdaad wat je zegt, er is altijd iets, er moet een soort iets zijn wat je in die muziek aantrekt, dat je ook niet goed kan begrijpen of zo. Dus ik denk ook misschien dat de kern is van veel repertoire uit het verleden, dat je het eigenlijk niet begrijpt. Dat je eigenlijk niet weet waarom het je aantrekt. Waarom het jou nodig heeft of wat het... Ja, dat is heel mooi. Ja, het spreekt tot jou. Jij voelt iets daar en je moet er mee aan de slag eigenlijk. Maar dus het is een omgekeerde idee dan dat je zou weten hoe het zou moeten eigenlijk. Ja. Ik weet ook niet hoe die muziek zou moeten. Dus wij experimenteren, we gaan echt op onze bek als we aan het werken zijn. Dat doen jullie wel ook samen? Ja. We beginnen echt eigenlijk from scratch, zo te zeggen. We beginnen met die partituren, die heel weinig geven. Natuurlijk, Cipriano zelf, hij was niet stom. En geven ze weinig, omdat dat in die tijd sowieso werd er weinig opgeschreven? Ja, er werd natuurlijk ook gerekend op een heel grote expertise van die zangers. Ja. Dus er werd een soort wisselwerking. Dus een goede componist schreef net het nodige, eigenlijk. Ja. Cipriano de Rore schreef al vrij veel, maar we nemen toch wel zijn score, zijn diagram, zou ik maar zeggen, wel heel serieus. Maar
Het is soms interessant dat eigenlijk een zekere pragmatiek of een zekere heterogeniteit eigenlijk historisch dan nog eens kan gefundeerd worden. Dus ik denk juist, als je kan zeggen dat het ook historisch was met verschillende soorten van stemmen, met verschillende kleuren, waarom zou je het dan allemaal doen met dezelfde soorten van stemmen? Nee. Dat lijkt me heel bizar. Ja. Eigenlijk. Wat is het tweede stuk wat jullie voor ons gaan zingen? Dat is het laatste stuk van de cd, dus we geven het beste al weg op televisie, maar goed. En dat is Mentre Lumi Maggiore. En dat is wel interessant, een kleine anekdote is daaraan verbonden. Dat is geschreven voor het intreden van de hertog en de hertogin van Parma in Brussel. Die kwamen uit het zuiden, uit Italië. En die moesten daar in België onder regenweer proberen de Nederlanden in toom te houden. En de ironie van Cipriano komt al van het begin naar buiten. Namelijk, hij zegt, onder een Belgische hemel komen daar op een kar de nieuwe Delia en Apollo uit de wolken gereden eigenlijk. En dan moet je je voorstellen, natuurlijk, iedereen weet onmiddellijk, Belgische hemel betekent regenweer, betekent de meest afschuw. Dus het is onmiddellijk, ik vermoed ook, er zit zoveel humor en gelaagdheid bij Cipriano. We gaan naar jou en je ensemble luisteren. Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja.